Welkom bij de uitleg toebehorend aan paragraaf 2.3 van systeem aarde. Ik ga heel eventjes terug. Ik zie niet zoveel zin in vanochtend. Over verwering en erosie. En waar kijk ik naar? Heel even de verschillen tussen fysische mechanische verwering en chemische verwering. Dan kijken we even naar wat karstverschijnselen zijn. Waarom niet elk gesteente even snel verweert. Wat erosie voor resultaat levert, dalvormende rivieren, deltakusten, de vlechtende rivier, puinwaaiers, aardverschuivingen en bergstortingen. Ofwel een aantal begrippen die voorbij gaan komen. Eerst maar eens even kijken naar fysische en ofwel mechanische verwering. Daar zijn drie verschillende mogelijkheden in. Allereerst heb je verwering door temperatuurverschillen. Je ziet hier een gesteente dat doormidden gespleten is als gevolg van temperatuurverschillen in woestijngebieden. Dit komt met name voor doordat de temperatuur overdag heel erg heet is en 's nachts vaak vrij koud. En zo'n gesteente kan die temperatuurverschillen niet aan, hierdoor ontstaan scheuren en op den duur zal het gesteente uit elkaar vallen. Een vergelijkbare manier van verwering is vorstverwering. Het enige verschil daarvan is dat je water nodig hebt. Doordat er vocht in het gesteente zit dat kan bevriezen, zet het gesteente als het ware... Althans eigenlijk het ijs in het gesteente zet uit, waardoor het gesteente uit elkaar gedrukt wordt. En vaak gebeurt dat op de meest poreuze lagen van het gesteente. En dat zie je op deze afbeelding heel mooi. De meest poreuze, vaak kleilagen, die breken uit elkaar. Met als gevolg dat het gesteente uit meerdere onderdelen bestaat. Daarnaast heb je nog biologische verwering. En dat is wanneer het gesteente uit elkaar gedrukt wordt door plantengroei. Nu is dit niet een goed voorbeeld, want je ziet hier... bakstenen die uit elkaar gedrukt zijn, maar er bestaan ook afbeeldingen van boomwortels die je ziet zitten in het gesteente en die daardoor gespleten zijn. Dat kan natuurlijk met name komen als er al een scheurtje zit in het gesteente en de boomwortel daar kan ingroeien en daar bijvoorbeeld de mineralen uithalen voor zijn voeding. Dan is er chemische verwering, ik zie een typfout staan. Bij chemische verwering wordt het gesteente chemisch veranderd. Dat kan komen bijvoorbeeld door de invloed van zure regen, zoals je ziet op de prent rechtsonder. Het zuur in die neerslag, dat zorgt ervoor dat de verbinding tussen de kalk, eigenlijk de kalkverbinding zelf in het gesteente, oplost. Waardoor de binding verandert en het gesteente uit elkaar valt. En dan je ziet hier dat dat is gebeurd. Daardoor ontstaan holtes in gesteente. Maar ook bijvoorbeeld stalagmieten in zo'n druifsteengrot ontstaan als gevolg van de inwerking van water op het gesteente, waardoor er een chemische reactie ontstaat. Ook hier kun je het mooi zien. Je ziet nog steeds de typfout, maar je ziet ook dat het onderste gesteente door invloed van water is weggesleten. En het hardere gesteente, dat er niet van invloed is bovenop, is blijven staan. Dan karstverschijnselen. Hoe werkt dat nu? Je zandsteen die lost op. Het gevolg is dat je in je ondergrond kloven en die druifsteengrotten en dergelijke gevormd kunnen worden. Rivieren die stromen dan vervolgens de bodem in. En dat zie je hier. Zo'n gat in de bodem noem je een dioline. En dat water dat stroomt dus ondergronds weg. En je ziet je stalactiet en stalagmieten in de afbeelding staan. Dat is dus wat je noemt karstverschijnselen. Het effect van water dat wegstroomt de bodem in door oplossend zandsteen. Dan de vraag waarom gesteente niet even makkelijk verweert. Nou, je moet eerst gaan kijken naar de aard van het moedergesteente. Bijvoorbeeld kalksteen en zandsteen zijn zacht, dus chemische en fysische verwering hebben heel veel invloed. Graniet is knoerdhard en verwering gaat daardoor heel erg langzaam. Bijvoorbeeld obelisken in het oude Egypte werden gemaakt van graniet en daardoor zijn ze er nu nog steeds. Klimaat. Temperatuurverschillen die zorgen voor mechanische verwering. En warme, vochtige klimaten die zorgen juist voor chemische verwering. Waarom? Als je gaat kijken naar chemische verwering, dan zie je dat bijvoorbeeld kristalgroei sneller gaat wanneer de temperatuur hoger is en er meer vocht aanwezig is. Dan ga je kijken naar de bodembedekking. Bij een kale berg zal er weinig verwering ontstaan, want het is vaak droog, er wordt geen water vastgehouden. Maar als je veel plantengroei hebt, dan gaat die verwering juist veel sneller. Die plantengroei houdt het vocht vast, die hebben boomwortels. En natuurlijk de tijd. Hoe meer tijd er is voor verwering, hoe meer verweerd zal worden.
dan een ander soort. En dat is erosie. Onthoud het verschil tussen erosie en verwering. Bij erosie, erosie zelf vindt plaats door wind, water en ijs. Wind, water en ijs, dat werkt als een soort schuurpapier, want er zit in altijd wat verweringsmateriaal, zand, klei. En dat schuurt als het ware langs het gesteente. En je ziet het heel mooi op de afbeelding, door de invloed van de zee is het gesteente hier gewoon weggesleten. Dat weggesleten materiaal, dat wordt weer meegenomen door het water en dat wordt elders neergezet. Dat is wat we noemen sediment. IJs, dat maakt udallen en dat zie je op dit plaatje heel erg mooi. Zo'n ijskap, een gletsjer, die verplaatst zich heel erg langzaam door een gebergte heen, schuurt langzaam aan steeds meer van het landschap weg en duwt ook de onderste zachte lagen mee. Nou, die worden langs de randen afgezet en dat noem je morenen of morenen. Morenenwallen ook wel. Bijvoorbeeld in Nederland, de Utrechtse Heuvelrug, is een morenenwal afgezet door het landijs die het materiaal heeft opgestuwd. Het Udal zelf kun je niet zo makkelijk meer zien, omdat het in Nederland volgegroeid is met beplanting. Maar ook in Nederland hebben ze, maar dan wel op de plek waar het ijs gelegen heeft. Rivieren die zorgen ook voor erosie en die vormen een veedal. De rivier die slijt in het landschap en hierdoor ontstaat een kloof. Je kunt dat hier mooi zien. Zo'n rivierdal zorgt er natuurlijk voor dat je steeds dieper en dieper de aardlagen ingaat, want dat water dat stroomt vaak snel en dat heeft een snel schurende werking. Dan de deltakust. Aan de monding van de rivier vind je een ophoping van slip en zand. En door die ophoping kan dat water niet meer weg en dat wordt als het ware verplicht om een andere richting op te stromen. Daardoor ontstaan de vertakkingen die je ziet in de delta. Nederland ligt in een delta, in de delta van de verschillende rivieren. En met name het laagst gelegen gedeelte van Nederland, dat is natuurlijk gevormd door de afzetting van slip en zand. En daardoor zijn in de loop van de jaren, met name na de laatste ijstijd, de stroomrichtingen van de rivieren vastgelegd zoals ze nu zijn. Stel nou dat je een harde bevroren ondergrond hebt, dan kan dat water nauwelijks insnijden in de bodem. Wat er dan gebeurt is dat het aan het oppervlak een andere weg gaat zoeken. Je ziet het op het plaatje heel mooi, dit is wat we noemen een vlechtende rivier. Vele verschillende kronkelende rivierstroompjes die over een oppervlak, over een vrij breed oppervlak, stromen. Daar ligt ook veel puin, want met name aan het oppervlak wordt dat natuurlijk afgezet. En ten tijde van de ijstijden in Nederland, toen het landijs hier niet was, zagen de rivieren er vaak zo uit. Nou, hier zie je nog even een paar verschillen. Je hebt de meanderende stroom, dat is typisch Nederland. Dan heb je fijne sediment, relatieve constante hoeveelheid. Vegetatie is daarbij belangrijk. En dan heb je aan de andere kant de vlechtende rivier. En daar zie je dus heel erg grof sediment, een variabele hoeveelheid water die wordt afgevoerd, weinig begroeiing. Waarom is die variabel, die hoeveelheid water afvoer? Dat heeft natuurlijk mee te maken dat er op een bepaald moment weer meer smeltwater bij komt of neerslag. Als het een keer flink regent, dan zal de hoeveelheid water die moet worden afgevoerd enorm toenemen. En daardoor gaat die weer sneller stromen. Nou, stel nou je hebt weinig begroeiing en er vindt heel veel neerslag plaats. Wat er dan gebeurt is dat de bomen die er dus niet meer zijn, de grond niet meer vasthouden en dat daardoor een bergstorting ofwel een aardverschuiving plaatsvindt. Vaak zorgt de plotselinge neerslag en zwaartekracht ervoor dat zo'n enorme hoeveelheid grond, dit is toevallig aan een kust, dus dat speelt ook wel weer mee, een enorm stuk grond wegslaat. Gevolg is duidelijk te zien op deze afbeelding. Goed, tot zover paragraaf 2.3 en we zullen meteen nog even kijken naar paragraaf 2.4.